Wel goede dag, dames en heren. En welkom bij deze nieuwe video. Nu in deze video, over wat gaan we het hebben? Jawel, we gaan het hebben vandaag over vlagvoering. Vlagvoering, waarom is dat zo belangrijk? Wel, als je een boot registreert en je hebt een officieel identiteitsbewijs van jouw boot, is vlagvoering enorm belangrijk. Nu welkom op dit kanaal, Varen met Plezier. Op dit kanaal maak ik eigenlijk vaarvideo's, of dat is toch de bedoeling, maar omdat die vaarvideo's niet altijd kunnen doorgaan, maak ik ook zeer veel informatievideo's voor de recreatievaart. Raad eens wat er gisteren in mijn brievenbus gevallen is. Jawel, na 5 weken en een half geduldig wachten, is eindelijk de registratiebrief van onze boot eindelijk bij ons in de brievenbus gevallen. Dus hey. Maar natuurlijk, we hebben ondertussen alle aanvragen gedaan, hè, voor de mensen dat geïnteresseerd zijn in de vaarvideo's. Dus nu is het nog even wachten en we hebben al bericht gekregen dat de boot niet klaar gaat zijn voor de eerste week van de paasvakantie. Dus dat is al een no-go voor volgende week. Dus hopelijk de week daarna kunnen we voor het eerst in het water gaan. En uiteraard, eens dat de boot een klein beetje ingevaren is, kunnen we hopelijk eens een video maken op de boot. Nu oké, laten we van start gaan in verband met vlagvoering. Nu, het eerste dat zeer belangrijk is wanneer dat we gaan spreken over vlagvoering, dat is, je kan geen vlag voeren van een land als je daar geen officieel identiteitsbewijs van hebt. Nu, identiteitsbewijzen, wat is dat? Vlaggenbrieven, meetbrieven, registratiebrieven, zeebrieven en noem maar op. Dat zijn allemaal identiteitsbewijzen, net zoals het internationaal paspoort voor een persoon. Dat is het identiteitsbewijs van die boot. Nu, al de rest van de registratiedocumenten, zoals een registratiedocument van België of van Nederland of een ICP, dat zijn allemaal dingen die op dat vlak niets waard zijn. Nu, als eerste gaan we het uiteraard hebben over de internationale, waaronder ook de Belgische voorwaarden vallen in verband met het voeren van de vlag. Wel, ten eerste is het zo, de Belgische vlag kan enkel maar gevoerd worden, om het zo te zeggen, of de nationale vlag kan enkel gevoerd worden door schepen die over een geldig identiteitsbewijs beschikken. Dus dat wil zeggen een brief, een zeebrief, een vlaggenbrief, zoals ik daarnet al zei, een brief. Geen documenten. Dus enkel die geldige schepen mogen dat. Nu, wanneer dient de vlag gedragen te worden? Eerst en vooral, dat is bij het binnen- en het buitenvaar van de Belgische havens, is het voeren van de nationale vlag verplicht. Ook gaat u varen in de wateren van een ander land tussen zonsopgang en zonsondergang. Maakt niet uit of dat de binnenwateren zijn of de territoriale wateren, dient u verplicht de vlag te voeren. Voor de rest is het ook ten allen tijde altijd aanbevolen om de nationale vlag te voeren, om het zo te zeggen, buiten, tussen zonsondergang en zonsopgang. En vooral belangrijk wanneer dat een buitenlandse overheid vraagt om uw nationale vlag te laten zien, is het uiteraard ook belangrijk om die dan ook te voeren. Nu, op wie is die wetgeving sowieso verplicht van toepassing voor het voeren van de Belgische vlag? Dat is sowieso op de vaartuigen die gemotoriseerd zijn. Dus heeft u een motor in uw boot, verplicht Belgische vlag moet gevoerd worden, met uitzondering van waterscooters. En voor de niet gemotoriseerde vaartuigen zijn dat de vaartuigen die langer zijn dan 6,5 meter, die moeten ook verplicht voldoen aan de wetgeving voor het voeren van de Belgische vlag. Nu, wanneer dat we naar het Nederlands systeem gaan kijken, nu, let goed op met Nederland. Wat is het grote probleem eigenlijk in Nederland? Het probleem is dat men een zeer laagdrempelig systeem heeft om met een boot te gaan varen. Maar, wat is het grote probleem met dat laagdrempelig systeem? Heel veel mensen juichen dat toe. Maar dat heeft ook zijn grote problemen in verband met eigendomsproblemen en diefstal enzovoort. Daarom dat het altijd ten sterkste aangeraden is om te gaan voor zo'n officieel document. Omdat u dan ook ten allen tijde, waar u op de wereld ook gaat varen, kunt bewijzen dat
die boot en die motor dat erop staan, dat die ook daadwerkelijk van u zijn. Dan moet u zich nergens iets van aantrekken en kunt u rustig uw ding doen. Nu, binnen Nederlandse wateren, binnenwateren en zeewateren, komt het er eigenlijk gewoon op neer dat Nederlandse schepen eigenlijk zomaar een nationale vlag kunnen voeren. Dus dat wil zeggen een Nederlandse vlag kunnen voeren zonder dat zij ook daadwerkelijk daar een document voor nodig hebben. Uiteraard, ik raad dat allemaal ten strengste af, hè, om de redenen dat ik net heb gezegd. Meer informatie daarover, ook in verband met de ICP's die ook niet waard zijn, ga daarvoor in de beschrijving hier naar de video over registratie. Maar weet gewoon, in Nederland is er iets meer mogelijk in verband met dit. Maar het is ook niet altijd een goed idee om volledig te gaan gebruikmaken van het Nederlands nationaal systeem. Om de vrij eenvoudige reden, als u als Nederlander zegt, kijk, ik ga toch in het buitenland of in internationale wateren varen, zorg er dan voor dat u in het bezit bent van een Nederlandse zeebrief. Die kunt u enkel aanvragen bij het kadaster in Nederland. Je kan zeggen, dat is toch veel moeite. Wel, kijk, het is zeer belangrijk. Er zijn al heel veel landen die zijn eigenlijk begonnen met schepen die de Nederlandse vlag voeren, die niet in het bezit zijn van een Nederlandse zeebrief, met die aan de ketting te gaan hangen in het buitenland. Om de vrij eenvoudige reden dat identiteitsbewijs, dat garandeert ook dat de rompnummer, dat eigenlijk de romp en de motor dat op die boot of in die boot zitten, dat die ook niet gestolen zijn. Dus dat bewijst, dat garandeert dat u de eigenaar bent van die boot of van die motor. Want enkel het Nederlands kadaster kan dat, om het zo te zeggen. Dus als u daarmee in Belgische of bijvoorbeeld de Italianen, hangen ze sowieso aan de ketting. Dus daar moet je geen zorgen om maken. Als ze jou pakken, ze hangen jou eraan, ja, dan kan je beginnen betalen. Hè. Maar nee, het is werkelijk zo. Dus let daarvoor op, hè. Als jij in het buitenland gaat varen, het is niet omdat je verzekerd bent dat je zomaar kan. Het gaat gewoon om de diefstallen. Want het is zo dat iemand iemand zou gewoon een motor kunnen stelen. Gewoon een papiertje aanvragen in Nederland die amper waarde heeft. En we zijn vertrokken, hè. Die kan rondvaren dan ook in het buitenland met die gestolen motor. Dat is de reden. Maar weet, vlagvoering zonder geldige documenten, onder de internationale voorwaarden, dat wil dus zeggen buiten Nederland, kunt u geen Nederlandse vlag voeren. Doet u dat, wordt dat als illegaal beschouwd. En kan uw boot dus aan de ketting gelegd worden, geconfiskeerd worden. Nu is het voeren van de groetvlag dan altijd verplicht. Dat hangt er vanaf van land tot land. In Nederland is het niet verplicht hem te voeren. Nu, het wordt altijd ten strengste geadviseerd. Hè. Ga je Nederland binnenvaren, ga je Frankrijk binnen om een groetvlag te plaatsen, indien dat ook makkelijk uitvoerbaar is. Voor motorschepen bijvoorbeeld op de neus kan je die zetten als dat voorzien is. Klein groetvlaggetje. Of anders, als je een mast hebt, of dat dat nu van een zeilboot is of ook van een motorjacht, of altijd aan stuurboordzijde, kan je dan dat groetvlaggetje ergens plaatsen. Dat het een klein beetje wappert. Hè. Maar er zijn ook landen zoals Spanje die het voeren van een groetvlag van hun land, die dat ook verplichten. Dus hou daar rekening mee. Check zeker ook de wetgeving van dat betreffende land. Zoek dat eens op of dat al dan niet het voeren van die groetvlag verplicht is. Nu, vooraleer dat we deze video eindigen, wens ik even te verklaren hoe dat het komt dat ik zo kritisch ben tegenover het Nederlands nationaal systeem in verband met registratie. Wel, dat komt omdat het, naar mijn mening, is het geen goed systeem. En dat komt omdat eigenlijk de documenten die men uitvaardigt zeer weinig juridische waarde hebben. En je kan zeggen, is dat een probleem? Wel, als jij wil gaan bewijzen dat dat ding jouw motor was, dan heb jij zo een goed systeem nodig, zoals in elk ander land van de wereld van toepassing is. Om overal ter wereld waar je gaat varen, heeft men gegarandeerd dat deze dingen niet gestolen zijn en dat jouw eigendom zijn. En daar gaat het over, want ik hou van Nederland, ik hou van de wateren, dat zijn prachtige wateren om in te gaan varen. Echt waar, doe zo verder zou ik zeggen. Het is enorm leuk. Je kan zeggen, ja, maar het is nu laagdrempelig. Ja, maar dat komt tegenover een bepaalde kostprijs. Je zou niet de eerste zijn van wie dat de motor gestolen wordt.
Waarbij dat men dan met de politie er naartoe gaat. Hey, dat is mijn motor. Meneer, heeft u een aankoopbewijs van die motor? Nee, ik heb dat niet. Ja, we kunnen niet gaan bewijzen dat die motor van u was. Want meneer heeft wel een aankoopbewijs. Dan, oké, is dat dan vervalst? Waarschijnlijk wel, maar u heeft die niet. En dus u ziet, het zijn allemaal zo van die dingen. En je zou niet de eerste zijn zoals aan de ketting in het buitenland hangen die dat meemaakt. Daarom, dames en heren, daarom ben ik daar zo kritisch over. En echt waar, niet omdat ik jullie haat of dat ik mensen haat. Absoluut niet. Ik wil gewoon jullie waarschuwen. Ervoor zorgen dat jullie nooit in zo'n situatie terechtkomen. Want dat is echt niet leuk. Als je in het buitenland komt en plots hangt die boot aan de ketting, dat gaat je niet alleen veel geld kosten, maar dan is je vakantie wel over. In heel veel gevallen. Dat is echt, echt niet leuk om mee te maken. En daarom dat ik jullie daarmee probeer te helpen, want jammer genoeg, in Nederland zelf geven ze daar ook niet heel erg veel informatie over. Men zou dat eigenlijk moeten adviseren. Maar, officieel gezien adviseert men het, maar het is niet dat men er zeer veel reclame voor maakt, laat ons zeggen. Maar in ieder geval, dat is de reden waarom ik zo kritisch ben tegenover het Nederlands systeem. Nu, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vonden jullie dit een toffe video? Like en abonneer. Want dan wordt de groep zachtjes aan weer groter. En hopelijk komen we snel aan die 1000 abonnees. Dat geeft weer een hele hoop mogelijkheden. Nu, bedankt voor het kijken. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.